Het asfalt is nog maar net hard en het verkeer raast alweer over de raamweg in Den Haag. Alsof er niets is gebeurd. Toch is de weg pas net weer open na een van de meest ingrijpende afsluitingen in de stad van de afgelopen jaren. Vanaf eind maart wordt er maandenlang hard gewerkt. De weg waarover 60.000 auto's per dag rijden is zelfs 2 maanden helemaal dicht. De hinder is op zich best fors geweest. Zeker voor de weggebruikers die dagelijks in de file hebben gestaan. Ook voor de omgeving. We hebben 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewerkt. Met name voor die direct aanwonenden is dat best wel pittig geweest. Want die hebben best wel wat hinder ervaren. Maar de verwachte verkeershinder die ooit was bedacht en die overal in de krantenkop hebben gestaan, is gelukkig uitgebleven. Sinds zaterdagavond 6 uur is de weg weer open. Een week eerder dan gepland. Het project is nu een voorbeeld voor andere grote werkzaamheden in de toekomst. Zo worden klussen voortaan beter op elkaar afgestemd. De zogeheten stadsregie plant dat. Nou, dat zijn een paar mensen die echt alle werkzaamheden die in een bepaalde periode, zeg een jaar, in de stad moeten plaatsvinden, gaan bekijken hoe die op elkaar worden afgestemd, zodat niet tegelijkertijd 2 werkzaamheden plaatsvinden, zodat het verkeer niet meer kan doorstromen, dus zodat ze geen uitwijkmogelijkheden meer hebben. En ja, dat hebben ze dit keer heel erg goed gedaan. Verder wordt ook de communicatie sterk verbeterd. Voor de raamweg ontwikkelt de gemeente een speciale app die ruim 3000 keer wordt gedownload. Bovendien worden bijvoorbeeld via Facebook en op veel andere manieren belangstellenden continu op de hoogte gehouden van de actuele situatie. En ik denk dat dat fantastisch heeft gewerkt. Mensen wisten echt op het moment zelf wat de situatie was en konden daar dus ook hun rijgedrag op aanpassen. Dat zorgt ervoor dat hier op de raamweg het gevreesde verkeersinfarct uitblijft. En dus ook in de toekomst op andere plekken in Den Haag. Ik denk dat dit zo geslaagd is dat we op alle terreinen waar we op hebben geacteerd, dat dit een goed voorbeeld is zoals we het in het vervolg ook zullen moeten gaan doen.